De rol van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, en het milieubeleid is aan wijziging toe. Daarom is er vandaag een aanvang gemaakt in de Nationale Assemblee met de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Milieuraamwet. VHP-parlementariër Harriet Ramdien legde uit dat de wetswijziging nodig is, voornamelijk omdat er voor 2020 geen ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu was. Vier hoofdwijzigingen in de wet gekomen. De wijzigingen die zijn als volgt. 1. Wijziging rol ministerie ROM, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en de Milieuraamwet en Milieubeleid. De tweede wijziging gaat over wijziging bestuur en verantwoording Nationale Milieuautoriteit, NMA. Het derde gaat over het inhoudelijke wijzigingen. En dit is per artikel gewijs in de wet opgenomen. En het vierde zijn wijzigingen van grammaticale en wetstechnische aard. Zoals ik al eerder aangaf, we hadden geen ministerie voor juli 2020 toen de wet aangenomen werd. We hebben het daarna gehad, dus het ministerie moet een plaats in binnen het geheel krijgen. In de wet moet de minister nu, het ministerie met de minister erbij natuurlijk, een plaats krijgen. Vandaar dat we die wijzigingen ook nu moeten aanbrengen. De minister heeft binnen deze wijziging, binnen de huidige wet nu, beleidsmatige taken. We moeten deze zaken even vasthouden. De minister heeft beleidsmatige taken die zich onderscheiden van operationele taken die genoemd zijn in de wet. NPS-parlementariër Gregory Rusland heeft graag dat het ministerie Ruimtelijke Ordening en Milieu niet wordt genoemd in de wet, aangezien namen van ministeries in de toekomst kunnen veranderen. Omdat ik merk dat ze praten over het ministerie van ROM, Ruimtelijke Ordening en Milieu. En natuurlijk weet ik het een en ander van, omdat dat een ministerie is welke voorgesteld is door ondergetekende toen en ook is ingesteld. Maar vanwege situaties waarbij in de toekomst de zaak eventueel anders zou kunnen zijn, vraag ik me af als ze niet moet praten over het ministerie dat verantwoordelijk is voor milieuaangelegenheden. In plaats van nu steeds te praten over het ministerie van ROM. Omdat dat zaken zijn die gaandeweg gewijzigd kunnen worden aan de inzichten van de toekomst. NDP-parlementariër Melvin Bouva merkte op dat deze wetswijziging het beeld schept dat politiek weer een weg vindt in een orgaan, in deze Nationale Milieuautoriteit NMA. Hij vraagt aandacht voor een goede benadering om de rol van de NMA te behouden.